Voorzitter, het is goed dat we vandaag dit debat voeren. Al hoop ik dat we de komende weken ook toekomen aan te kijken waardoor er een oversterfte van 40.000 mensen heeft plaatsgevonden tijdens de coronacrisis. Hebben we goed gehandeld? Hebben we de 100 miljard goed uitgegeven? Want we hebben een enorme greep in de kas gedaan. We hebben de samenleving zwaar onder druk gezet. En ik zie dat een land als Zweden dus ook een wat grotere policy review heeft laten zien, waarop je kan praten of over die hoofdlijnen gaat. Deze deal, voorzitter, en daar hebben we het vandaag over. In maart en april 2020 was er een schrijnend tekort in verpleeghuizen, in thuiszorg en bij huisartsenposten. De OVV praat over een stille ramp in verpleeghuizen. En ook ik heb mijn best gedaan om te kijken hoe er dan zo snel mogelijk mondkapjes hier kunnen komen en hoe de belasting van die mondkapjes voor iedereen verlaagd kon worden, omdat dat via de Europese regeling kon. Voorzitter, waar we het vandaag over hebben, en ik had gehoopt dat het Deloitte-rapport klaar was, want op deze manier gaan we 2 of 3 keer een debat erover voeren, is hoe de Kamer hierover geïnformeerd is. Dit kabinet, iets meer dan een jaar geleden in een debat op 1 april, heeft daarna een nieuwe bestuurscultuur beloofd. Artikel 68 van de Grondwet vraagt of je al de informatie waar de Kamer om vraagt levert. En de informatie die wij eergisteren kregen van de regering is de informatie die waarschijnlijk in september of oktober aan Deloitte geleverd is. Waarom is die toen niet aan de Kamer gestuurd? En er zijn WOP-verzoeken gedaan en daar liggen dwangsommen op. Waarom heeft de regering dwangsommen betaald? Hoeveel tot nu toe? En heeft het kabinet akkoord gegeven op het betalen van dwangsommen zoals het dat in het kinderopvangtoeslagschandaal deed? Want dan hebben we geen nieuwe bestuurscultuur, maar dan blijven we dus dit onderzoeken. En dan blijven we onze dure tijd hieraan besteden in plaats van aan de rest van de evaluatie. Dank u wel. Er is eerst een interruptie van de heer Van Haga, groep Van Haga, en dan mevrouw Thiele, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ken de heer Omtzigt als een zeer integer Kamerlid. En hij is vaak een groot voorbeeld voor mij. En ik probeer ook in dezelfde lijn mijn kamerwerk te doen. Dat komt ook een beetje omdat wij alle twee, tegen wil en dank, afsplitsers zijn. De heer Omtzigt heeft 330.000 stemmen gehaald, ik 241.000. De heer Omtzigt 5 zetels in zijn eentje, ik 4 zetels. Toch krijgt de heer Omtzigt maar 120 seconden om zijn verhaal te doen. En daarin moet hij de mondkapjesdeal behandelen. Maar daarin moet hij ook een aantal beschuldigingen aan zijn eigen persoon weerleggen. En dat is bijna onmogelijk. Dus ik zou de heer Omtzigt willen vragen of hij voor eens en voor altijd duidelijk kan maken wat zijn rol was. Ik geloof dat hij daar de ruimte voor moet krijgen. En dan denk ik dat we allemaal kunnen zien dat de heer Omtzigt op geen enkele manier iets daarmee te maken had. Maar dat hoor ik graag uit zijn eigen mond. Ik geef hem graag daar die tijd voor. De heer Omtzigt. Voorzitter, ik zou graag willen weten op welke specifieke vraag dat hier gaat. De heer Van Haga. Nou, voorzitter, er zijn door mevrouw Agema bijvoorbeeld net een aantal beschuldigingen geuit. Mm-hmm. En dat gaat om bemoeienis bij deze deal. En ik zou graag de heer Omtzigt de gelegenheid willen geven om hier te verklaren. En misschien heeft hij daar maar 1 antwoord voor nodig, maar misschien heeft hij er wel 2 minuten voor nodig. Want waar van, nou, was daar enige bemoeienis? Zijn er contacten geweest met Siewert van Linde? Heeft dat ook geleid tot beïnvloeding van deze deal? En ja. Ik denk dat het goed is om dat te weten. Ja, Omtzigt. Voorzitter, ik denk niet dat mijn contacten met Siewert van Linde op deze deal beïnvloeding opgeleverd hebben. En ik heb 2 dingen gehoord. Dat ging over de BTW. En ja, ik heb hier bijvoorbeeld een motie van april 2020 van Verhagen en Baudet die de regering verzoeken het dragen van mondkapjes te stimuleren. Dat is de achtergrond in de tijdsgewicht waar we het over hebben. En in die tijd is er sprake dat er nog importheffingen op persoonlijke beschermingsmaterialen zijn en dat er 21% BTW opgegeven wordt. En ja, ik heb hier Kamervragen gesteld en ik heb me ervoor ingezet dat het makkelijker wordt om die dingen te importeren, dat de BTW eraf gaat. De BTW, als je die op een rekening krijgt, zeg ik u er even bij, dat weet u als ondernemer, dan als dat van 21 naar 0 verandert, dan heeft de afnemer daar profijt van. En dat is tegen de achtergrond dat op dat moment er geen mondkapjes geleverd werden
aan verpleeghuizen geen mondkapje wel geleverd werden, omdat er een richtlijn was, waardoor als iemand in een verpleeghuis zat en bij een coronapatiënt langskwam voor een behandeling van minder dan 5 minuten, een contact van minder dan 5 minuten, er geen mondkapje was. Ja. Vele van die mensen hebben nu long-covid en het heeft geleid tot zeer veel meer besmettingen. En het was mij helder dat wij op dat moment meer mondkapjes nodig hadden, net als de rest van de Kamer die er toen ook heftig om vroeg. Tot slot de heer Van Hagen. Ja, dank u wel. Dat lijkt me een helder antwoord. Nog even iets rechtzetten. Natuurlijk heb ik ooit die motie ingediend die vroeg om mondkapjes. Iedereen begint nu te lachen. Het is natuurlijk niet zo dat wij ooit ervoor zijn geweest dat mensen gewoon buiten de ziekenhuizen of buiten de verpleeghuizen of buiten de tandartsen en buiten de chirurgen mondkapjes gingen dragen. Wel is het zo dat we hebben gekeken naar mogelijkheden om de samenleving open te houden en niet in lockdown te gaan bijvoorbeeld, door bijvoorbeeld zo'n mondkapjesdeal in te stellen. Ja, dat is iets heel anders dan hier geïnsinueerd wordt. Dus ik wil afstand nemen van het feit dat wij voor het dragen van mondkapjes zouden zijn geweest. Want dat is absoluut niet zo. Ik hoor geen vraag. Voorzitter, de motie luistert overwegen dat wijdverbreid gebruik van mondkapjes in een later stadium het opheffen van de lockdown kan bespoedigen. Verzoekt de regering het dragen van mondkapjes te stimuleren. 8 april 2020. We gaan naar mevrouw Thiele, VVD, dan mevrouw Paulusma en mevrouw Agema. Ja, dank u wel, voorzitter. En in het Volkskrant-artikel van afgelopen dinsdag stond iets wat ik eigenlijk niet kon geloven. Want er stond, Omtzigt wil zelf geen openheid van zaken geven. En wetende dat meneer Omtzigt altijd pleit voor transparantie en openheid, kon ik me bijna niet voorstellen dat dit daadwerkelijk een feit is. Dus mijn vraag aan meneer Omtzigt is of hij bereid is om al zijn communicatie rondom deze deal openbaar te maken, zodat we mee kunnen kijken. Heer Omtzigt. Voorzitter, ik sta een beetje versteld van dat we als Kamerlid precies moeten zeggen wat er moet gebeuren. Maar ik probeer precies te vertellen wat ik gedaan heb. Ik heb gepleit voor een lager btw-tarief op mondkapjes. En ik heb gepleit voor het stoppen van de importheffingen. En daar zaten goede redenen voor, want de importheffingen gaan rechtstreeks naar de Europese Unie. En het lage btw-tarief was mogelijk gemaakt door de Europese Unie, want als dat niet kan, dan mag dat niet. En Frankrijk had dat toen al doorgevoerd, Italië was ermee bezig en het leek me zinnig om dat ook hier te doen. Ik heb dat achter en voor de schermen bepleit dat dat moest gebeuren. En ook bij de douane. Twee, ik ben, en dat was pas nadat deze deal gesloten was, dus ik ging ervan uit, zeg ik, in twee dingen, dat er een tekort van mondkapjes was. Ik heb het hier over een oversterfte. Een oversterfte betekent 2000 extra begrafenissen per week op het hoogtepunt van de pandemie, waarvan de helft in de verpleeghuizen. Ik ging ervan uit dat het hier om een non-profit zaak ging. En dit was nadat de eerste inkoop gedaan was, dus ik ging ervan uit dat de kwaliteit ook op orde was. Daarom heb ik gezegd, doet u, regering, kijkt u of dit zinnig is. Mevrouw Thiele. Maar mijn vraag was eigenlijk of meneer Omtzigt bereid was om al zijn communicatie voor en achter de schermen, zoals hij het noemt, te delen, zodat we daar ook eigenstandig een oordeel over kunnen vellen. En mijn constatering is dat meneer Omtzigt eigenlijk zegt, nou nee. Heer Omtzigt. Voorzitter, ik ga hier graag een discussie aan. Maar ik vind het heel bijzonder dat u nu een lid van de oppositie vraagt, terwijl de coalitie 20.000 gesprekken achter de schermen heeft. En ik geef u precies aan welke communicatie er geweest is. En daarom sta ik hier ook om antwoorden te geven. Mevrouw Paulusma, D66. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik begin met een compliment. Want ik heb groot respect voor meneer Omtzigt, hoe hij altijd strijdt voor rechtvaardigheid. En ik zie ook wat dat met u doet. U bent voor transparantie, voor alles openbaar en publiek. En ik ging me ook inlezen naar het debat van vandaag. En toen kwam ik uw naam toch veel tegen en ik wil het graag van u horen, want dan weten we hoe de vork in de steel zit. Het las deels alsof u een doorgeefluik was, maar ik las ook dat u in het torentje bent geweest om deze mondkapjesdeal, dat u met meerdere bewindslieden contact heeft gehad, app, mail. Dus ja, ik hoop dat u mij daar wat opheldering over kunt geven. Ik heb u net verteld dat ik in het torentje geweest ben en ik kan precies vertellen waarom ik die afspraak gemaakt heb. Mij was te oren gekomen dat er hier in Leiden vaccins geproduceerd werden door Halix van het AstraZeneca-vaccin, wat in
april begon en die vaccins die waren in die zomer klaar. En ik heb gezegd, deze lied geef ik u, net als ik van een aantal andere leads van andere bedrijven gestuurd heb naar de PA, net als hier veel mensen gedaan hebben. Baudet zelfs gewoon publiekelijk. En om die reden heb ik aan de premier gevraagd, wilt u daar naar kijken? Bij dat gesprek heb ik ook gezegd van wat is er met die mondkapjes gebeurd? Er ligt kennelijk nog een aanbieding. Ik bepaal niet of ze op dat moment ingekocht hebben, maar ik geef u wel even de achtergrond waar, die u zelf ook schetste bij deze zaak. En die achtergrond was een grote oversterfte en ook in april nog de verklaring van de regering dat er nog een behoorlijke schaarste aan mondkapjes was. En dus vroeg ik eraan, hoe kan die schaarste er zijn, terwijl iedereen hier om me heen zegt dat die schaarste er niet hoeft te zijn? Mevrouw Paulusma. Ja, dank u wel, voorzitter. En dat is ook door meerdere collega's al in de Kamer gezegd. Iedereen had goede contacten of goede ideeën. Maar wat ik ook in mijn eerste interruptie zei, ik bewonder u altijd om uw openheid en het strijden voor transparantie. Dus als u niks meer heeft gedaan dan het delen van leads, dan kan dus ook voor het onderzoek voor Deloitte die communicatie ook openbaar worden gemaakt om dat ook te kunnen toetsen. Zodat we van elkaar ook weten, als we het hebben over transparantie en over informatie die we met elkaar delen, dat het enige wat u in het torentje deed was het delen van leads. De heer Omtzigt. Ja, en als Deloitte bij mij komt, zal ik daaraan meewerken. Dat lijkt me toch helder. Ja, mevrouw Paulusma, tot slot. Ja, nog even. Ik zal de vraag heel kort stellen. Dus er is geen enkel probleem voor u met het openbaar maken van de communicatie aangaande de leads, of misschien wel meer dan alleen die leads die u gehad heeft de afgelopen periode. De heer Omtzigt. Als die openbaar gemaakt worden, dan worden die openbaar gemaakt. Dat lijkt me heel helder. Maar ik vind het raar dat u de mailboxen of de zaken van parlementariërs gaat zoeken. Mevrouw Agema, PVV. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik krijg toch de indruk dat de verdedigingslijn van de heer Omtzigt niet helemaal klopt. Op 10 februari werd onze volledige voorraad beschermingsmiddelen verkocht aan China. Heel kort erop was het carnaval en totale ontploffing van corona in Nederland. En de paniek om de beschermingsmiddelen en de mondkapjes begon toen. En dat is een hele intense periode geweest waarin heel veel hele goede, lieve mensen dingen hebben willen doen. Maar waarin ook de schurken boven water zijn gekomen. En wat ik mis in het verhaal van de heer Omtzigt is dat op 14 april, dus zijn we al een stukje verder in de tijd, er al 75 miljoen mondkapjes binnen waren. Er op dat moment genoeg was voor iedereen. En er ook nog voor een half jaar extra in bestelling stond. En dat is waar eigenlijk de crux zit. Dus CDA van Linden, de partijgenoot van de heer Omtzigt, ook beide schreven aan het partijprogramma. Beide waren goed bekend met elkaar. Waarschijnlijk ook bevriend, lees ik in het boek Siewert's Miljoenen. Toch gaat op dat moment, terwijl hij is afgewezen bij het onafhankelijke landelijk consortium hulpmiddelen, komen allemaal CDA's in stelling. Hè? Waaronder dus de minister, waaronder zijn PA, allemaal van het CDA, de secretaris-generaal. En dan krijgt ze deal. En dan daarna, dus die deal van 100 miljoen en 40 miljoen mondkapjes. En daarna is het, en dat zien we toch ook duidelijk op deze tweet en op deze foto. Ik zie het niet zo, sorry. Dat bent u toch? Oh ja, sorry. Ja, als u de foto vandaag op bezoek bij hulptroepen.nl en Siewert. Indrukwekkend hoe er binnen weken miljoenen mondkapjes geïmporteerd worden. Die waren er trouwens nog niet, hè, maar dat was dus op 24 april. En daar is de heer Omtzigt uren geweest. Uren gesproken met Van Linden. En dan daags erna, vijf dagen erna, gaat hij met het plan van Van Linden, waarmee hij een tweede deal wil. Dat plan neemt hij onder zijn arm eigenlijk ook mee naar Rutte, hè? Het torentje in, en dan laat het daar ook achter. En godzijdank was het Martin Verrijn die er vervolgens een stokje voor gestoken heeft. Begrijp ik nu op dit moment zoals de stukken ervoor liggen. En welke vraag heeft mijn vraag is alsof de heer Omtzigt zich eigenlijk wel realiseert dat hij gewoon onderdeel uitmaakte van die CDA-vriendjespolitiek in de richting van CDA van Linden. De heer Omtzigt. Voorzitter, ik heb het nu een paar keer proberen te zeggen. Er was op dat moment wel sprake van een tekort. En ik kijk even naar minister Helder, die op dat moment voorzitter was van Actis. We hadden op dat moment nog steeds een richtlijn die ervan uitging dat zelfs als iemand dat zelfs voor het aanreiken van kleine zaken je geen mondkapjes had. Dus er was sprake van een, wat mij betreft, te weinig gebruik. Dat is ook
wat minister De Jonge, toen minister van VWS, in de Kamer midden april verklaarde. Ik heb pas na die eerste deal, pas nadat ik ervan uitging dat dat klopte, heb ik aan Rutte gevraagd van hoe komt het dat er nog steeds niet voldoende mondkapjes gebruikt worden, omdat er bijvoorbeeld hier in andere gevallen meer dan voldoende beschikbaar lijkt. Dat is de vraag die ik daar gesteld heb. En dat is tegen die achtergrond van die contacten die ik toen had. Zou ik dat opnieuw doen? Nee, dat tweede niet. Dat eerste wel. Die btw-verlaging, die zou ik zeker opnieuw doen. En daar ben ik heel blij mee dat we dat gedaan hebben. Mevrouw Agema. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, die enorme boosheid die er was, hè, dat de mensen in de verpleeghuizen en in de thuiszorg en de wijkverpleging geen mondkapjes kregen, die deel ik. Daar ben ik in die tijd ook woest om geweest. Het was al lang en breed bekend dat corona zich verspreidde, vooral door het inademen van elkaars adem. Maar dat is niet het springende punt. Er lagen er op dat moment 75 miljoen gewoon in loodsen in Nederland. Dus eerst was alles verpad, maar in de tussentijd was het ook weer teruggekomen. En met die 75 miljoen hadden makkelijk de mensen in de verpleeghuizen en de wijkverpleging en de wijkziekenverzorging ook mondkapjes kunnen krijgen. Dat ze dat niet deden, is schandalig. Maar mijn punt is dat deze persoon, deze CDA'er, die Siewert van Linde in beeld kwam en al die andere mensen, bijvoorbeeld ook die Haarlemse organisatie die vandaag een rechtszaak is begonnen tegen de staat, die had uitstekende mondkapjes. En zijn deal werd in datzelfde weekend dat Van Linde zijn deal krijgt, zomaar gestopt. En we weten ook alle ins en outs niet ervan, en dat moeten we ook allemaal nog te weten zien te komen. Maar zij waren niet de enige. Er waren honderden mensen die zich aanmelden met allerlei deals voor mondkapjes die ze ook konden regelen, connecties die ze al hadden. Maar zij kregen geen deal. En Siewert van Linde wel. En toen was die deal gesloten en mede. En toen wilde u nog een deal. Toen wilde Pieter Omtzigt van toen nog CDA nog een deal. En hij wilde dat lospeuteren. Hij legde het plan neer bij de minister-president in het torentje. En dat is waar mijn vraag over ging. Heeft meneer Omtzigt zichzelf voldoende gerealiseerd dat hij onderdeel uitmaakt op dat moment van de vriendjespolitiek van het CDA? Meneer Omtzigt. Voorzitter, ik heb dat met de intentie gedaan omdat er op dat moment niet gezegd werd dat er voldoende mondkapjes waren. En ik heb aan de premier gevraagd hoe dat kwam. En nogmaals, net als iedereen hier en net als een aantal grote bedrijven, ging ik er inderdaad van uit dat het hier om een non-profit ging. Dat was het niet. Als ik dat geweten had, had ik het niet gedaan. Mevrouw Agema, tot slot. Ja, tenslotte. Nou, we weten allemaal dat bij heel veel non-profit organisaties bestuurders zitten die alsnog tonnen verdienen. Dus ja, dat is ook niet echt een goed argument. Kijk, er is 100 miljoen euro verloren gegaan, belastinggeld. Dat geld dat moet terug en dat vinden we allemaal heel erg. Maar deze CDA'er kreeg voorrang op al die andere organisaties. Omdat al die andere organisaties al die kruiwagentjes van het CDA niet hadden. En het stond in een formeel kamerstuk op 14 april dat die 75 miljoen mondkapjes binnen waren. En natuurlijk was het ook CDA Rugger de Jonge die hier in het debat op 15 april toch de suggestie wekte alsof er nog steeds paniek was. Dus dat snap ik nog. Maar uiteindelijk vraag ik of de heer Omtzigt zich realiseert dat hij onderdeel was van het CDA die allerlei kruiwagentjes vormde voor deze persoon, voor Siewert van Linde van het CDA, mededeelnemer van de partijprogrammacommissie, en dat andere die uiteindelijk wel deugdelijke mondkapjes hadden, achter het net visten. De heer Omtzigt. Voorzitter, ik ging ervan uit dat ik de leads aan het doorgeven was. En ik hoopte dat de beste daaruit geselecteerd werden door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Dat was mijn intentie. En vanuit die intentie, en zo gezellig was het in die coalitie op dat moment niet, ik werd door de VVD-fractie, die nu hele leuke vragen stelt, begin maart in de krant beticht dat ik ongeveer te veel vragen over corona stelde, omdat er nog niet zoveel aan de hand was. Dat was de achtergrond van wat er gebeurde. Ik maakte mij grote zorgen om wat er gebeurde in die verpleeghuizen. Dat was de reden waarom ik vroeg wat daar gebeurde. Het kon mij niet schelen waar ze vandaan kwamen. Ik heb ook een aantal andere leads aan de PA doorgestuurd. En dat heb ik bewust gedaan, omdat ik dacht dat ik daarmee zou helpen. En datzelfde heb ik destijds gedaan met het feit dat hier vaccins geproduceerd zijn. Vaccins die uiteindelijk, omdat er niet op geacteerd is, geëxporteerd zijn naar het Verenigd Koninkrijk. Dat maanden eerder kon beginnen met de vaccinatiecampagne. Dank u wel. Nog een interruptie van de heer Assert. Ja, daar heb ik me heel bewust voor proberen in te zetten in het algemeen belang. Ja, als ik kan denken.
Ja, voorzitter. En nog één ding. Ook ik ging ervan uit dat het non-profit was, inclusief de salariering. Ja, de heer Assekan. Een kort vraagje, voorzitter, waar ik nog een beetje mee zit. En misschien dat de heer Omtzigt mij kan helpen. Het was niet de portefeuille van deze minister. En kan meneer Omtzigt nou aangeven wat nou de reden is dat de heer Van der Linde uiteindelijk bij deze minister uitkomt en niet bij de heer Van Rijn? De heer Omtzigt. Dat kan ik niet goed aangeven. Ik denk dat mensen contact zoeken. Net als een aantal mensen die contact zoeken met parlementariërs, zal een aantal andere mensen contact zoeken op dat moment met bewindspersonen. Ja, als er kan. Nee, de heer Heijink. Dank, voorzitter. Ik vind het echt stuitend in hoeverre hier de coalitie zich plotseling als een soort inquisitie gaat opstellen richting de heer Omtzigt. Terwijl hij, volgens mij net als heel veel anderen, geprobeerd heeft het juiste te doen. En cruciaal verschil is natuurlijk ook dat de heer Omtzigt of ieder ander Kamerlid in deze zaal in de positie is geweest, ook destijds, om deals te sluiten te waarde van 100 miljoen euro met wie dan ook. Dat is natuurlijk nogal een cruciaal onderscheid tussen de positie van een bewindspersoon en de positie van een Tweede Kamerlid. Dus heeft u een vraag aan de heer Heijink? Ik heb een vraag aan de coalitiepartijen, dat als zij zo enorm kritisch. Meneer Heijink, en openheid, dat is geen interruptie. Ik ben bijna klaar, voorzitter. En openheid eisen van de heer Omtzigt, dat ze diezelfde openheid dan ook eisen van het kabinet. Want als zij dat zouden doen, dan zou dit debat misschien nog ergens over gaan. Dank u. Dank u wel, meneer Omtzigt. Daar kan ik wel iets op zeggen. Ja. Ik snap die opmerking. En ik hoop ook van harte dat ik hoop dat die controle die hier in het Kamer naar mij plaatsvindt, en ik sta hier gewoon om de vragen te beantwoorden, op dezelfde wijze plaatsvindt richting de regering. Dank u wel. En daar kijken een aantal mensen op aan. En het valt me op dat bepaalde interrupties langer duren dan de spreektijd die ik hier heb. En daar ben ik het mee eens, want dat zien we allemaal gebeuren. Ik geef tot slot het woord aan de heer Van Houwelingen, Forum voor Democratie.